Jeroen, pest in je lijf? Ja, kan je wel zeggen inderdaad. Ik denk dat we hier meer hadden kunnen halen. Het begon al zo eigenaardig, hè? Volgens mij had je nog geen bal gehad en hij lag al in het netje. Ja, precies. Eigenlijk niet eens echt een aanval. Maar dat weet je. Daar zijn we op voorbereid. En dan gebeurt het ja, toch dat je op zo'n manier achterkomt. En gelijk met de tweede goal. We spelen lange bal en die twee spitsen die gaan voor alles. En dan moet je daar kort zitten. Maar uiteindelijk beloon je jezelf niet voor een betere tweede helft. Waarin je toch wat meer kansen creëert. En toch ook knap dat we terugkomen, maar ja, daar heb je op dit moment helemaal niks aan. Nee, want ook vanuit de goal zal jij gezien moeten hebben dat PSV zeker in de tweede helft domineerde. Rostov was murf, maar ging maar niet knock-out. Nee, inderdaad, zo is het. We hadden moeten toeslaan. Je hebt het zelf gezien. Een paar mogelijkheden, kansen en een penalty. En dan is het kloten, want dan denk ik dat je hier met 3 punten weg moet gaan in plaats van 1. En ook terugkijkend op de vorige wedstrijd, dat je na 2 wedstrijden 4 punten kan hebben in plaats van 1. Ja, 2 dingen nog. Dat ene puntje in een uitwedstrijd. Normaal is dat prima in de Champions League, maar nu voelt het als 2 verliespunten. Ja, zeker. Ja. Zo kan je het wel zeggen. En dan die penalties. Hoe zijn jouw penalties? Niet om ze te stoppen, maar om ze te nemen. Nou ja, dat is niet aan mij. Dat is de trainer die daarin beslist. En ik denk dat we genoeg jongens hebben die een penalty goed kunnen inschieten. Alleen, ja, ik denk dat het ook een issue wordt. Omdat het nu zo vaak gebeurt dat we missen. En dat er nog meer druk op komt. Maar ja, dit is zwaar kloten. Want hiermee kan je gewoon een wedstrijd winnen. Omdat je de tweede helft ook niks weggeeft verder. Ja. Kun je de komende weken tijdens een training niet al die penalties maar door laten gaan? Dat die spelers weer een beetje vertrouwen krijgen erin? Nou ja, ik hoop dat we niet te veel penalties krijgen en dat we op een andere manier gaan winnen in plaats van met penalties. Toch een puntje? Dat wel, alleen wat je net zegt. Een punt waar denk ik heel het team achteraf niet tevreden mee is omdat er meer in had gezeten.